omdat Rijka jarig is, hebben we visite van onze lieftallige Marianne. Ja, een hele goede morgen allemaal, lieve vrienden. Wees welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag 18 juli. Het is een zondag, ook dat nog. En het is 9:36. Waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou, ik krijg om 11 uur al visite. Ja, en onze Rijka is jarig. Dus die is vandaag 2 jaar geworden, dus lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. En onze Rijka die is jarig. En ze is al 2 jaar. Ja, echt waar. En ze gaan gelijk spelen. Maar wie ik op visite krijg, ja, dat is voor mij ook nog een verrassing. Tenminste, ik weet wel wie het is, maar ik weet niet... Hoe, wat? Ik ken haar verder nog niet. Het is het eerste vrouwtje waar Elwing is geboren. Nou, hoe bijzonder is dat? Ja, daar ben ik helemaal blij mee. Daar verheug ik me op. Dus ja, ik weet niet hoe het de dag verder zal verlopen. Ze 2 meisjes beiden. Dus ik weet ook niet of ik vloggen kan, ja of nee. Maar we zullen het beleven. Ik heb mijn haar gewassen, dat moet nog drogen. Dat moet toch nog even lopen met de meisjes. Dus dat komt allemaal goed. Straks de kant weer doorheen en het zit weer netjes. Hè, dames? Ja, de haren vliegen alle kanten op. Ik kan er niks aan doen. Ze weet dat ze verhaart. Het is haar eigen hond geweest. Als puppy zijnde en ja. Helemaal geweldig. Ze heeft nog, geloof ik, de moeder van Elwing en... Ik dacht dat ze nog een hond had. Ik dacht dat ze er ook 2 had. Maar dat weet ik niet zeker. Maar daar komen we wel achter. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Geniet van de dingen wat jullie gaan doen. Maar geniet ook zeker met hetgeen wat wij gaan doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Helaas is de visite niet gekomen. Want ik kreeg plotseling iets anders tussendoor. Maar ja. Ik had wel van alles en nog wat in huis gehaald. En ik vind het zonde als dat bederft. En het is onder andere een lekkere gebak. En ik heb wel schoteltjes eromheen staan. Maar wat denk je? Ik heb wel 2 lieve honden en een lieve kat. Oftewel Elwing en Rijka. En Gandalf. En Rijka is er nog jaren, dus ze mogen ook een stukje gebak. Of niet dan? Dus dat gaan we lekker even doen. Dus ja, even mijn mes. Als ik even heet water heb, dan kan je makkelijker dat gebak doorsnijden. Het is gewoon een tip. Ik weet niet of jullie dat ook weten. Heel ouderwets trucje, maar dan moet het water even heet worden. Dat is nog koud. Oh, zie jij je bekje al lekker eraf te likken? Nou, even zo. Even door het midden proberen. Zo, dat is 1. Dan mag ik niet lopen. En ik moet even de doos verder openmaken. Dan kan ik er niet bij. Voilà.
Zo, mag gelijk mee. Weer schoonmaken. Zo, klaar. Taartschep. Ja. Ja, jullie mochten een klein stukje hier. Nou ja. Ik zal het even nog kleiner maken. Ja. Zo. Zo. Voor Rijka. Dat is een klein hondje. Snij ik het even in kleine stukjes. Zo. Nou, jou in tweeën. Ja. Ja hoor, je krijgt ook een stukje. Ja, je krijgt ook een stukje. Lekker. Ja, echt lekker. Nou. Ik zet jullie even ergens op de grond neer. En dan roep ik de meisjes erbij. Dan hoop ik dat dat gezien wordt. Ja, ik weet even niet hoe ik het moet hebben, maar... Even buigen, denk ik. Ja, Elwin, zien jullie wel zo? Rijka! Rijka! Kom eens! Ga zitten. Ga zitten. Die is voor Rijka. En deze is voor Kandalf. Voor Kandalf, voor Elwin. En heb jij hier een beetje slagroom. Hoe is het lekker? Ja, hoe is het zo lekker, meisjes? Oh. Is dat zo lekker? Zo, hartstikke idee. Ja. Nou, dit moet al niet eens. Nou, omdat jij jaren bent, krijg jij dat beetje nog. Alweer 2 jaartjes, Rijka. Ja. Je bent alweer 2 jaartjes. Hé? Jij bent alweer 2 jaartjes? Ja. Alweer 2 jaartjes. De tijd gaat hard. Ja, als je zelf stil zit, gaat de tijd hard of niet dan? Zo, jullie staan daar weer. Even zo. Nou, ik zelf, hè? Ja, nou mag ik zelf nog. Wauw. Ja. Nou, ik neem gelijk het grootste punt. Haha. Heb ik wel verdiend, dacht ik. Zo. Nou. Hoppata. Ja. Zo. Ja, je mag er zo weer uit. Even geduld. Geduld is een schone zaak. Zo. Ja. Zo. Moet jij weer naar buiten dus? Nou, moet ik het raam weer open doen. Speciaal voor jou. Ja.
Moet je even uitkijken? Doe dan. Doe dan. Doei. Zo, mijn gebakvorkje. Zo. Nou, ook weer klaar. En ja, Ket, uiteraard. Onze lieftallige Karen aan de telefoon. Ja, kan niet missen, hè. Vergeet nog wat. Mijn handdoek. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar die moet ik wel weer over mijn schoot hebben. Kijk, kleding moet ook al op de plek komen. Nou ja, daar ligt Karin dan. Maar ja, die heeft geen gebak, helaas. Kan er ook niks aan doen. Maar ja, ze heeft andere lekkere dingen. Ja. Yeah. Dus oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer eventjes retour speciaal voor jullie. Helaas is de visite niet doorgegaan. Wel andere drukke dingen gedaan, et cetera, et cetera. Karen aan de telefoon. Ik heb andere visite gehad. Mijn achterbuurvrouwtje is even geweest. Hartstikke leuk, lieve nader. En vanavond komen Marianne en Mario erbij. Ja, ook leuk. Die eten dan gezellig bij me met een patatje. Dus helemaal lekker. Dus ik ga zo meteen even een vlog in elkaar zetten. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik heb gisteren niks gedaan. Maar ja, daar kwam ik ook niet aan toe. Andere prioriteit. Ik ben vandaag verder ook niet weg geweest. Omdat ik druk met andere dingen had. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Niet zo ver zijn. Smakelijk eten. Bon appetit. En tot straks. Als de dames hier zijn. Mario en Marianne. Ja, dan vloggen we er weer eventjes erbij. En dan zien we wel hoe en gezellig het zal zijn. Ik zou zeggen, tot dan. Nou, omdat Rijka jarig is, hebben we visite van onze lieftallige Marianne. En ze hebben het feesthoedje al op. En ook natuurlijk, kan niet ontbreken, Mario met Elwing. Ook het feesthoedje op. Ja, en ik zelf niet, want dan krijg ik nog meer hoofdpijn dan dat ik al heb. Maar is het niet geweldig om dat zo te zien? Enig, hè? Nou, ik weet niet of ze het zelf was zo leuk vinden. Nou, moet je kijken. Moet ik even hier kijken. Deze is ook van haar. Ah, en hij ook nog met bloemetjes. Dit is echt ook lief, hè? Dat is jouw petje, hè? Ja, maar dit is echt een feesthoedje, hè? Ja. Deze. Ja. Deze. Ja. Oh, ze zit zuiver. Ja, want ook dat kan niet ontbreken. Karin is ook nog weer aan de telefoon. Maar ja, die was aan het stofzuigen. Ook dat moet gebeuren. Maar ja. Is het ook nog goed? Ja, af en toe zakt hij. Ja, mag wel weer af, hij hoor. Af, hij mag af, schat. Hij mag gewoon bij jou weer af, hè, meisje? Zo. Nou. Geweldig. Ja, toch? Ja, als je wel. Oh, ja. Nou, kom maar, maar. Rijka. Denk je dat? Nee hoor. Dan moet je met wat anders komen. Nee, dat is de verkeerde stand. Mag dat? Au. Ja. Nou ja, oké. En ik was dus met een vlog bezig naar YouTube te brengen. En wat denk je wat? Toen zei mijn internet van bekijkers maar. Dus ik heb het moeten afbreken. En dan kan ik het zometeen weer opnieuw doen. Dus ja, ik hoop niet dat hij nou ergens staat, weet ik veel waar. Maar we zullen het beleven zometeen. Ik zou zeggen, lieve vrienden,
Geniet van jullie avond net zoals wij.